Jacques Schijvenaars uit Roosendaal is dement aan het worden. Het gaat nu nog redelijk goed met hem, maar er komt straks een moment dat hij zijn omgeving niet meer herkent en opgenomen moet worden. Zover wil Jacques het niet laten komen. Als het straks slechter met hem gaat, dan wil hij euthanasie. Ton Schijvenaars, je bent de zoon van Jacques. Waarom is jouw vader zo bang om af te takelen? Mijn vader is niet bang om af te takelen, want als je ouder wordt, dan takel je af. Ja. Dan wordt het gewoon wat minder. En als het gaat piepen en kraken, dat vindt mijn vader ook prima. En mijn moeder ook. Maar als het piepen en kraken gaat betekenen dat mijn vader in dit geval echt een kastplantje gaat worden. Dat hij niet meer bewust is van zijn omgeving. Niet meer bewust is van hemzelf. Dat er allerlei dingen met hem gebeuren die hij gewoon verafschuwt. Mm-hmm. Waar hij een hekel aan heeft. Wat zijn respect weghaalt. Dan wil mijn vader dat niet. Nee. Maar zelf gaat hij daar waarschijnlijk weinig van merken. Jullie gaan daar iets van merken. Nee, mijn vader gaat het ook merken. Hè. Mijn vader merkt het nu al, hè, dat hij wat moeite heeft met oriëntatie. Dat hij wat moeite heeft met puzzelen. Hè, dat hij af en toe wat dingen vergeet. En dan stel ik vraag A en dan krijg ik antwoord op vraag B. Hè. Dat soort dingen gebeuren allemaal. En dat geeft ook niet, maar dat beseft hij wel. En mijn vader is een hele intelligente man. Die heeft hele mooie dingen gedaan. Die is altijd heel erg technisch geweest. En nu wordt hij geconfronteerd dat het niet meer lukt. Terwijl een deel van hem het nog steeds wil. Maar dat andere deel, in dat hoofd, wat mee moet werken, dat doet het niet meer. Nee. Ja, dus het is mijn vader heel frustrerend. Ja. Nou ja, frustrerend. Het is in zoverre confronterend. Hè. Ik bedoel, gelukkig dat mijn vader het ook wel accepteert. Mijn vader leidt gewoon een heel fijn, rustig leven samen met mijn moeder. Ze hebben het goed samen. En dat wil ze ook zo houden. Ja. Ze hebben ook niet van die hoge ambities. We moeten nog per se van alles en nog wat doen. Gewoon lekker rustig gaan. Maar jij en jouw moeder die steunen je vader. Nou, maar staan jullie ook achter zijn besluit? Ik sta achter het besluit van mijn ouders en van mijn vader. Mijn vader heeft de keuze gemaakt dat hij, als hij een kastplantje is geworden, dat hij dan euthanasie wil. Als mijn vader de keuze had gemaakt, ik wil als een kastplantje wil ik nog maximaal water krijgen, had ik dat ook gerespecteerd. Ja. Want okay. Het is zijn keuze. We zijn vanmiddag eventjes bij je vader langs geweest. Laten we even kijken hoe dat hij zelf tegen de situatie aankijkt. Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd, Jacques en Koos Schijvenaars. De afgelopen jaren werd het geheugen van Jacques, die inmiddels 83 is, langzaam maar zeker minder. Als de dementie erger wordt, is opname in een verpleeghuis niet ondenkbaar. En dat wil Jacques absoluut niet. Zijn broer zit al langere tijd in een verpleeghuis en dat is een schrikbeeld. Ja, als ik daar kom, dan zit hij alleen op een stoeltje tegen een andere muur aan waar niemand in de buurt zit. In zo'n situatie wil ik niet terechtkomen. Wanneer wordt het voor u ondraaglijk als we het hebben over dementie? Wel, ik heb wel een soort gedacht, als ik problemen krijg met slapen of nat uit bed kom, dan is het afgelopen voor me. Dan is er wat u betreft geen goed leven meer. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om het zelf te doen natuurlijk. Daar heb ik wel eens over nagedacht, maar dat krijg ik niet voor elkaar. Dat is ook wel reëel. Hè? Ja, ja. Hoe kijken de artsen nou tegen zijn situatie? Hè? Ja, dat is een hele lastige discussie. Hè, want euthanasie betekent gewoon een goede dood. En het houdt dus gewoon in dat een arts, in dit geval mijn vader, dood maakt. Hè, met een infuus, spuitje, het middel gaat erin. Mijn vader slaapt in en wordt nooit meer wakker. Dat is tegennatuurlijk. Dat willen artsen niet. En dat snap ik ook. Mm-hmm. Aan de andere kant, mijn vader heeft echt een doorleefde wens van euthanasie. Hè. Ze zijn op tientallen jaren zijn ze ook lid van zo'n vereniging. Het is niet iets wat is gekomen toen mijn vader aan het dementeren ging. Dat zit gewoon in hem. Ja. En als je dat dan zo vindt, dan is het ook voor mijn vader heel helder. Dat vind ik zelf ook. Als mijn vader ervoor kiest om op een waardige manier zijn leven te beëindigen, en niet als een kastplantje, dan vind ik dat we dat moeten respecteren. En dat doe ik ook. En daarom zijn jullie ook video's gaan maken? Waarin hij eigenlijk aangeeft dat het voor hem dan klaar is. Laten we een klein stukje kijken uit die video. En deze film is bedoeld om heel duidelijk te maken wat jullie mening is over euthanasie. Dat is duidelijk? Ja. Uiteindelijk kom je in een situatie terecht dat je niet meer
ja, een levenswaardig bestaan hebt. Wat vind je dan dat er moet gebeuren? Dan hoeft het mij allemaal niet meer. Als ik dan, we hebben er samen al verschillende keren over gehad. Dan. Maar wat bedoel je dan? Dan hoeft het niet meer? Dan zijn er toch middelen om uit te stappen. Ja, uit te stappen uit wat? Uit het leven. En je beseft goed wat dat betekent, pa, als je dan uiteindelijk zegt, ik wil uit het leven stappen, wat dat dan inhoudt. Dat dan, en dan krijg je dus van een arts, krijg je een infuus in je arm. En dat infuus, daar komt dan een spuitje achter. En met een middel, waardoor je gaat slapen en je ook nooit meer wakker wordt. Dan ga je dus dood. Dat is me bekend, ja. Oké, en dat wil je dan ook? Ja. Okay. Een mooie dood. Oké, dat is een mooie dood. Nou, dat is een mooi einde van dit gesprek. Dankjewel. Ongelooflijk. Jij zit daar het interview met je ouders af te nemen. Ja, dat gaat je ook. Ja. Ik wil, het is je eigen vader. En je praat over de dood. En mijn vader heeft geen wens om dood te gaan. Nee. Maar hij heeft wel de wens om waardig dood te gaan. Ja. En dat moet je respecteren, vind ik. Kun je dat ook, van binnen? Ja. Of denk jij, heel eerlijk, al word je een kasplantje, ik ben blij dat je er nog bent. Nee, want kijk, mijn vader zal altijd een plekje houden in mij. En dat geldt ook voor mijn moeder. Want hoe lief zitten ze daar ook samen op de bank, hè? Ja, het is geweldig. Ja, dit is echt zo vertederend en zo mooi. En ze hebben echt een heel mooi leven, een mooie relatie. En dat moet ook mooi eindigen. Ja. En uiteraard, het blijft altijd in mijn hart zitten en mijn moeder ook. En als hij is overleden, dan denk ik dat iedereen ook kan zeggen van, het is een mooi leven geweest. En ik denk dat je daar ook voor open moet staan. En uiteraard, iedereen maakt zijn eigen keuzes. Ja. Maar mijn ouders maken deze keuze. Maar je weet ook dat één van de twee achterblijft. Dat moet ook moeilijk zijn voor jouw ouders. Ja, maar wij hebben in ons gezin hebben we altijd over alles kunnen praten. Dus het onderwerp dood en het onderwerp leven en geboorte en seks, alles was gewoon bespreekbaar. Dus dit zijn voor ons gewoon onderwerpen die wij gewoon met elkaar delen. Dat is ook wel heel mooi. En dat is gewoon geweldig. En ik merk dat weinig mensen dat hebben. Ja. Zeker als het gaat over de combinatie van dementie en van euthanasie. Ja, het raakt je in ieder geval. Dat is wel duidelijk. En logisch en gelukkig ook maar. Ja. Maar die video's die zijn wel heel belangrijk, hè? Die blijven jullie ook maken. Ja, we gaan regelmatig een klein filmpje maken. En we gaan er geen dagbesteding van maken. Of elke week of elke maand, gewoon eens in het kwartaal. Je moet het toch ook met de knoop in je maag weer daar naartoe dan, of nee, niet? Omdat je juist weet dat dit helpt dat mijn vader zijn wens wordt vervuld. Dus je bent echt bezig met het goede. Geeft hem gemoedsrust. Ja. Ja. Ja, okay, dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Het geeft nu zoveel rust. Ja. We weten dat mijn vader aan het dementeren is. We weten van de euthanasie. We weten hoe complex het is geregeld in dit land. Mm. Maar we weten ook dat als wij nu al die stappen zetten, dat uiteindelijk de kans dat het wordt ingewilligd heel groot zal zijn. Ja. En daar gaat het om. Het gaat om het ultieme geluk van mijn vader en dus ook van mijn moeder. Hoe lang en dus denk je ook nog, van mij. Hoe lang denk je nog van hem te kunnen genieten? Hoe goed gaat het met hem? Het gaat, op dit moment gaat het eigenlijk hartstikke goed met hem. Fijn, hè? Precies. Dus als hij nu nog 10 jaar leeft, geweldig. Hè? Dan wordt hij dik in de 90. En ik ga nog steeds heel vaak... Daar tekenen heel veel mensen voor, denk ik. Ja, precies. Ja, toch? En dan ga ik lekker fietsen met hem en dan gaan we naar het terrasje toe. En dan drinken we een biertje en dan hebben we het gewoon leuk en gezellig met elkaar. Want hij zegt ook, ik wil dan niet als een kasplantje eindigen. Maar ja, wanneer ben je een kasplantje? Ja. Dus het heel boeiend gaat worden ook in die interviews die jullie dan houden. Hoe hij de grenzen misschien gaat oprekken. Want dat zie je bij heel veel mensen. Dat gebeurt dan op dat moment. Waar is het dan nog menswaardig en niet? Maar dat is heel mooi als je dat... gewoon dat proces ook mee kunt er is natuurlijk, in beeld brengen. Kijk, wij zijn God niet. Ja, en je kunt niet zeggen van, dit is een kasplantje en dat niet. Nee. Dat is gewoon een grijs gebied. Ja. Maar mijn vader geeft nu aan, helder, met zijn volle verstand, dat hij in ieder geval geen kasplantje wil worden. Ja. En op een gegeven moment dan krijg je inderdaad dat punt zo van, dat mijn vader, als hij inderdaad heel ver dementeert, dat je dan ook niet meer kan zeggen van, dat wou ik niet. Nee.
Maar dus ja, daarom dan zijn is alles deze kwijt natuurlijk. Kan geen misverstand over bestaan, hè, bij zakschrijvenaars. Oké.